Rijk muzikaal project. En de roots daarvan liggen eigenlijk bij ons in de provincie. Roger Moreno, hij komt uit Vaals en hij schreef het muzikale idee achter dit project. Een muzikaal eerbetoon is het aan de slachtoffers van Auschwitz. Requiem voor Auschwitz heet het. Aanstaande donderdag is de première in Amsterdam. En aanstaande vrijdag wordt het uitgevoerd in Tilburg. En het Requiem wordt dan ook live uitgezonden door de NOS op 4 mei. Roger Moreno zei het al, komt uit Vaals. Hij is het creatieve brein eigenlijk achter dit Requiem. Maar nog een man uit Limburg is eraan verbonden en die zit hier naast me. De regisseur, Marcel Uitzels. Goedenavond. Goedenavond. We hebben een portret gemaakt. Thomas Kusters, onze collega, heeft een portret gemaakt van Roger Moreno. Zullen we er samen eerst even naar kijken? Goed idee. Goed, doen we. Blij dat die eindelijk af is? Na 14 jaar, ja. Werkelijk. Waarom heeft het zo lang geduurd? Omdat ik in 1998, toen ik begon, en na een aantal maanden gewerkt te hebben, opeens geen inspiratie meer had. En toen dacht ik nog eens een keer naar Auschwitz gaan te moeten, om misschien nog wat inspiratie te krijgen. Maar die tweede bezoek heeft dus precies het tegendeel bewerkt. Ik ben helemaal dichtgeklapt en kon niet meer verder werken, waardoor het 9 tot 10 jaar is blijven liggen. Veel mensen weten niet dat ook heel veel Zigeuners, Sinti en Roma daar zijn omgekomen. En ook heel veel Polen, Duitsers, Nederlanders, Fransen, alles is daar. En egal van welke religie ze kwamen, van welke afkomst ze hadden, ze zaten allemaal in dezelfde boot. Ze hebben allemaal dezelfde pijn geleden, dezelfde vernederingen mee moeten maken. En ze zijn ook bijna allemaal hetzelfde straatje naar de gaskamers hebben ze moeten lopen. En toen dacht ik, ja kijk eens, we hebben eigenlijk heden ten dagen nog steeds niks geleerd uit die hele, situatie dan toen de tijd. Ik wil graag eens een keer een muzikaal eerbetoon brengen aan al die slachtoffers die daar hun leven hebben moeten laten. Voor mij zou het heel iets groots zijn als het bijvoorbeeld dit werk iets zou zijn wat bijvoorbeeld jaarlijks bij de gedenkvieringen weer steeds weer terug zou komen. Hè? Want er zijn ieder jaar zijn die gedenkvieringen overal in Europa en overal ter wereld. Als dat aan het werk weer gebruikt wordt voor dit soort herdenkingen, ja, dan heb ik natuurlijk als componist, dan zou dat een grote eer zijn natuurlijk. In Jeruzalem. Ja, deze beelden zijn al aangrijpend, hè, als je dat zo ziet. Of werkt dat voor u ook zo, meneer Uitzels? Ja, het blijft een hele gedreven man. En ja, de manier waarop hij gepakt is door het verschrikkelijke wat in Auschwitz is gebeurd, is heel aansprekend. Als je er ooit geweest bent, dan kan je dat ook helemaal met hem meevoelen. U bent daar ook geweest? Ja, ik ben er ook geweest. En ik heb veel met hem erover gesproken. En ja, hij zei vanmiddag ook in een radioprogramma, wat vooral zo ontzettend aangrijpend is de industriële, georganiseerde, geplande manier waarop de vernietiging daar heeft plaatsgevonden. En dat is iets dat, als je één keer geweest bent, blijft dat heel lang in je hoofd hangen. En ik kan me voorstellen dat in zijn situatie, die heeft geprobeerd daar een muziekstuk van te maken, ja, dat hij ook bij tijden bij is had van, ja, wat ben ik aan het doen? Dit is onmogelijk. Dus hij is geblokkeerd geraakt. Maar gelukkig heeft Albert Siebelink, de directeur van het Gypsy Festival, hem op het juiste moment het goede zetje gegeven en met hem eigenlijk de afspraak gemaakt. Roger, jij schrijft het en wij zorgen dat het wordt uitgevoerd. Hij heeft hem eigenlijk nog een zetje gegeven, zodat hij doorging. Ja. Nou noemt u meneer Siebeling. U bent eigenlijk, hij is er eigenlijk op dit moment niet meer als directeur van dat festival. U neemt zijn plaats waar, hè? Ja, het gaat gelukkig heel erg goed weer met hem. Dus ja. hij is nog wel ziek, maar ja, hij is aardig aan het opkrabbelen. Maar ja, hij was dus inderdaad een aantal maanden geleden ernstig uit de running. Hij lag op de intensive care. En men zat onthand. Toen hebben ze mij gevraagd om zijn rol waar te nemen voor wat betreft het Requiem. Ja, want wij kennen u als oud-directeur van de Maaspoort in Venlo,
als ja, Limburgse klopt, ja. theaterdirecteur. Zo kennen ja. wij u hier. Ja. Hoe bent u dan betrokken geraakt bij dat Requiem? Nou, wij kennen elkaar al heel lang. Wie is wij? Roger Moreno en u? Ja, ook. Roger ken ik al een tijdje, maar Albert ken ik nog veel langer. Nog uit de tijd dat we beide ook in de muziek actief waren. En ik wist dus van het project. Toen ik hoorde van zijn ziekte en ze aan mij vroegen van ja, wat nu? Toen heb ik gezegd van nou, ik wil wel helpen. Ik wil wel kijken hoe ver we komen. Het is niet omdat u zelf op een of andere manier verbonden bent met die geschiedenis of familie heeft die in Auschwitz overleden is? Nou, directe familie niet. Maar ik ken wel veel mensen die met het leed van de vernietigingskampen te maken hebben gehad. En doordat ik er zelf een keer geweest ben, spreekt het hele thematiek me natuurlijk enorm aan. Het is eigenlijk bijna niet mogelijk om er in woorden iets mee te doen. Dat is door velen geprobeerd. Daarom is het ook zo geweldig dat nu in muziek echt een monument komt. Ja. Wat zeer aangrijpend is. Ik heb vanmiddag de eerste repetitie van het orkest mogen horen. Die zijn in Amsterdam, hè? Daar komt u net vandaan. Zijn 75 Roma en Sinti muzikanten uit heel Europa die samenkomen om dat orkest te vormen, om dit prachtige werk zijn wereldpremière te geven aanstaande donderdag. De Sinti waar Roger Moreno er ook één van is. Ja, dat klopt. Ja. En ja, het is op zich al een uniek gebeuren. Zo'n groot orkest van louter zigeuners is eigenlijk nog nooit bij elkaar geweest. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 75. Ja, ja. Het is een compleet filharmonisch orkest. Dus dat is al heel bijzonder. En je voelt ook aan die mensen dat ze het als iets heel bijzonders ervaren. Toen ze bij elkaar waren, er ontstond een bepaalde spanning, een bepaalde concentratie die echt heel, heel speciaal was. Omdat men wist van ja, we zijn met iets historisch bezig. Zowel voor wat betreft de herinnering en het respect voor iedereen die in Auschwitz getroffen is, als naar de toekomst toe. In de zin van de emancipatie van de Roma en Sinti. Daar zit dus wel een dubbele doelstelling in. Ja. De ene is dus een eerbetoon aan de slachtoffers. En de andere is, dat zegt u dus ook, toch een bepaalde bevolkingsgroep, de zigeuners, om die toch op een of andere manier nog een keer onder de aandacht te brengen en hun positie die ze innemen. Ja, het is toch ontegenzeggelijk zo dat ook in Nederland heel veel mensen nog de Roma en Sinti associëren met mensen die aan de rand van de maatschappij zitten, die asociaal zijn. In Zwitserland was het bijvoorbeeld nog zo dat er tot eind... Ja, ik heb het vanmiddag pas gehoord, ik ben nog steeds van ondersteboven. Roger vertelde me dat tot eind 78 het nog zo was dat de kinderen vlak na de geboorte bij de Roma en Sinti werden weggehaald. Omdat men vond dat de Roma en Sinti niet in staat waren om hun kinderen fatsoenlijk op te voeden. Dus we hebben het over 1978. Ja, zo lang gebeurde dat nog. Dat de kinderen werden gewoon niet weggehaald en er werd tegen die moeder gezegd, helaas, het kindje is overleden. En die kinderen gingen dan naar een christelijk gezin. Ja. En die werden daar dan geadopteerd door gezinnen. En die wisten niet eens dat ze Roma waren. Waar ze vandaan kwamen. Een manier die in 78 dus nog bestond om de cultuur en de roots van dat volk te vermoorden. Ja, op een hele... Ik snap het. Dat is een hele, hele aangrijpende manier. Dat bestaat nog. Als je hoort wat er nu aan pogroms in Hongarije en in Roemenië gebeurt tegen Roma. En ook in Italië. Dan weet je dat de emancipatie nog steeds ver te zoeken. Ik wil toch nog heel even... Auschwitz is er nog. Ja, met u naar de muzikale uitvoering. U zegt er is een heel groot orkest, 75 maar er zitten mensen in dat orkest. Maar er is ook een koor wat daarbij zingt. Ja, dat is het mooie van het project. Het wordt in 7 Europese steden uitgevoerd. En elke stad is er een lokaal koor wat de koorpartijen voor zijn rekening neemt. Dus in Amsterdam is dat een Amsterdams koor. En in Tilburg is dat een Tilburgs koor, aangevuld met allerlei zangers uit heel West- en Oost-Brabant. Ja, ja. Wat zal dat een zware week ook voor u zijn, of niet? Om dat als regisseur te begeleiden? Nou, het is best pittig, maar de rol van de regisseur moet je toch ook weer niet overdrijven in dit verband. Want natuurlijk, de dirigent is de belangrijkste man. Maar er is wel het een en ander ook visueel af te stemmen en organisatorisch te regelen. Dus je bent een soort van superregelneef samen met de productiemanager om alles in een goede baan te leiden en te zorgen dat het er mooi komt uit te zien. Vrijdag wordt het uitgezonden door de NOS en dan kan iedereen ernaar kijken. Ja, dat klopt. Ik wens u heel veel succes daarmee en dank voor uw komst hier. Dank u wel.